Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. Vanwege het teruglopend gebruik van de papieren gemeentegids en de veranderende informatiebehoeften heeft het gemeentebestuur besloten de gemeentegids in digitale vorm aan te bieden via de website van de gemeente. Huis aan huis verspreiden is niet duurzaam en bovendien kostbaar. Wie toch een papieren versie wil, kan deze week een exemplaar afhalen in het gemeentehuis in Made en in de bibliotheek in Lage Zwaluwe, Made en Terheide. Burgemeester Gert de Kok gaat na bijna 18 jaar stoppen als burgemeester van onze gemeente. De gemeenteraad wil graag dat nog dit jaar een nieuwe burgemeester wordt benoemd. De provincie Brabant heeft laten weten dat 18 personen hebben gesolliciteerd, onder wie 5 vrouwen en 13 mannen. De volgende stap is dat de gesprekken volgen met een aantal van deze kandidaten, waarna de meest geschikte kandidaat wordt gekozen. Wij houden u op de hoogte. In en rondom de Oude Haven in Drimmelen is er de laatste tijd hard gewerkt en geïnvesteerd om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Zo is er eerder al een extra parkeerterrein met 80 plaatsen aangelegd, is de rotonde die geen rotonde was vervangen door een overzichtelijke T-splitsing en ook het havenpark is opnieuw ingericht en nu is ook het laaggelegen deel, de havenkade van de Oude Haven, met een prachtige nieuwe wandelpromenade gereed. Hiermee heeft het oudste deel van de havens in Drimmelen een facelift gekregen, waardoor iedereen er weer voor jaren van kan genieten. De stichting Met je hart Drimmelen ging woensdagavond officieel van start met een gezellig etentje voor 7 senioren in Hotel de Korenbeurs. Daarna werd het glas geheven op de stichting. Onder het genot van een hapje en een drankje leren zelfstandig wonende ouderen andere mensen kennen en maakt men wellicht nieuwe, blijvende contacten. Burgemeester de Kok prijst het initiatief en had ook nog goed nieuws voor de stichting. Het nieuwe gemeentebestuur heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat ze het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en jongeren wil ondersteunen. Ook financieel. De stichting betaalt nu de kosten voor de ouderen en als gebaar levert de Korenbeurs een financiële tegemoetkoming. Als waardering kunnen de gasten een vrijwillige bijdrage doen. Het is de bedoeling dat de stamtafel Eet met je hart maandelijks wordt aangeboden. In eerste instantie door een horecagelegenheid in Made. Later wil de stichting uitbreiden naar andere kernen in de gemeente Drimmelen. De dorpskern Drimmelen kent al een dergelijk initiatief, de tafelgenoot. Met veel enthousiasme en onder tropische temperaturen is vorige week op de basisscholen in onze gemeente het schooljaar afgesloten. Voor de leerlingen uit de groepen 8 is met het opvoeren van een schoolmusical een einde gekomen aan 8 jaar basisonderwijs. Een belangrijke eerste fase in hun ontwikkeling is daarmee afgerond en deze leerlingen maken over 6 weken de grote stap naar het vervolgonderwijs. Wij wensen hen daarbij veel succes. Maar eerst lekker genieten van een hopelijk fijne en gezellige zomervakantie met heerlijk vakantieweer. In de zomervakantie organiseert Tour de Boer leuke en leerzame uitjes. Verschillende boerenbedrijven in onze gemeente, maar ook bedrijven uit de regio, zetten hun deuren wagenwijd open en stellen u in de gelegenheid deze bedrijven te bezoeken. Ook kunt u bedrijven digitaal bezoeken. Kijkt u daarvoor op de site van Tour de Boer. Er staan dit seizoen nog 2 dorpswandelingen gepland in de dorpskern Drimmelen, op zaterdag 30 juli en donderdag 11 augustus. U krijgt informatie van een ervaren gids die u meeneemt naar de mooiste plekjes in Drimmelen. Daarbij zullen spannende verhalen en anekdotes zeker niet ontbreken. De wandeling van 2 tot 3 kilometer eindigt altijd bij een ondernemer waar u nog wat kunt drinken en kunt nagenieten. De wandeling start bij de VVV Drimmelen aan de Marineweg 2. Op 30 juli staat een vroege vogelwandeling gepland. Deze start om 7 uur en eindigt met een ontbijt om 9:15. Op 11 augustus staat een middagwandeling gepland. Om de kosten te dekken vraagt men voor deze wandelingen wel een financiële bijdrage.
Meer informatie kunt u vinden op de site van VVV Biesbosch Drimmelen. Omroep Drimmelen is ook in de zomervakantie druk bezig met het maken van opnames. Zo waren we vorige week te gast bij de aftrap van een 6 weken durende activiteit in zorgcentrum De Wijngaard. Men heeft de binnenplaats omgetoverd tot een heuse camping en de bewoners mogen deze zomervakantie de camping regelmatig komen bezoeken. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Wethouder Harry Bakker heeft de camping geopend en met de directeur van de Wijngaard speelde hij een ontspannen potje tennis. Bij veel bewoners riep dat leuke herinneringen op. Jong en oud zijn welkom, zoals u kunt zien op de bijgaande korte filmimpressie. Heel veel plezier en we gaan de camping. Het heet Relax Camping Area De Wijngaard. Die gaan we nu openen. Ilona? Ja. Kijk eens aan. Woehoe! Na het mooie succes van vorig jaar is deze week de Summer Vibes Drimmelen weer van start gegaan. Summer Vibes is een samenwerking van de gemeente Drimmelen, Surplus, Jongerenwerk Drimmelen en verschillende lokale activiteitenaanbieders. Samen bieden zij aan kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar in de gemeente Drimmelen gratis extra veel leuke activiteiten aan tijdens de zomervakantie. De wekelijkse kalender wordt steeds in de week ervoor bekendgemaakt op de Facebookpagina en Instagram-account van de gemeente Drimmelen. Het programma voor de eerste week staat daar al op. Voor sommige activiteiten is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, wacht dus niet te lang met aanmelden. Stuur een mail met daarin je naam, nummer, woonplaats, leeftijd en voor welke activiteit het is. Op de afbeelding die wordt getoond staat het e-mailadres waar je je kunt aanmelden. En dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. De vakantiegangers wensen we een fijne vakantie. Blijft u thuis, dan zien we u graag weer volgende week. En vergeet ons niet te volgen op de social media van Omroep Drimmelen.